Ivo Toelen tegen Wil en Dank T1. Ja, tegen Wil en Dank, ja. Dus ik had liever het anders gezien. Maar dat is nu eenmaal zo in de voetbal. Dus dan zijn we de tijdelijke oplossing. Dus ik verwacht wel dat er volgende week een andere trainer voor de groep staat. Je verwacht dan ook een kentering als een trainer ontslagen wordt. Die is er niet gekomen tegen dit Lierse. Ja, tegen dit Lierse, als je de wedstrijd bekijkt, ik denk dat we de eerste helft weinig weggeven, tot niets. Zij maken ja, al dan niet een doelpunt. Dus voor de rest krijgen ze nog één enkel kans, denk ik. En wij hebben toch enkele mogelijkheden in de omschakeling die we niet goed uitspelen. Dus de tweede helft pakken we, denk wel, twee doelpunten die echt te vermijden zijn naar individuele fouten toe. Maar dan zie je toch de laatste 20 minuten dat we mentaal sterk zijn, dat we al voetballen toch kansen gecreëerd hebben en toch die twee doelpunten nog gemaakt hebben. Met Alegria kwam er ook meer aanvalskracht, hè? Ja, ik denk niet alleen Alegria. Ik denk dat de ganse groep, je kunt niet alleen aanvallen, denk ik. Dus je doet het met de ganse groep. We kozen voor een ander concept. De eerste helft hadden we de bedoeling van Albion voor de balvastheid en het bijsluiten. Maar dat lukte niet echt goed. De tweede helft hadden we iets meer gekozen voor de diepgang en de lopende jongens. En de laatste 20 minuten denk ik dat er zeker goed uitgekomen was. Er doen een aantal namen in de gang de geruchten van trainers. Weet jij wie het gaat worden? Nee, ik weet het niet. Frank Douwe wordt genoemd? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dus ik kan het niet zeggen. Heb jij daar enige inspraak in? Zeker niet. Qua financiële zeker niet. Ook op het sportieve niet. Want ik denk wel dat het de bedoeling is, als er een nieuwe trainer komt, dat we eens samen rond de tafel gaan zitten. Hoe dat we het samen gaan zien. Samen met Peter natuurlijk. Maar ik ga niet aanduiden wie of wie dat ze moeten nemen. Natuurlijk niet. Heb je een voorkeur? Nee, ik heb geen voorkeur. Dus we hebben wel een profiel. Dus ze hebben wel een profiel vooropgesteld. Dus ofwel nemen we een jonge trainer die hoog gevoetbald heeft en die ambities heeft. Ofwel zetten ze echt iemand voor de groep die al een palmares heeft. Dus dat is, ik heb gehoord dat er nog enkele kandidaten zijn, dus ik wacht ook af. Hoe was het voor jou om terug te komen op Lierse? Ja, dat is een samenloop van omstandigheden nu, hè. Dus ik ben hier 3 jaar geweest en altijd met veel plezier gekomen. Dus ik zag dat ook als ik hier kwam. Iedereen was enthousiast en de begroeting was plezant, denk ik. Dus, Oké, bedankt Ivo Toelen en nog veel succes bij ASV Geel. Ja, bedankt.